Valse start voor coureur Bijtske Visser uit Dronten tijdens de eerste training van de W-series hier in het Engelse Brands Hatch. Er waren namelijk problemen met de auto. Ja, nou ja, dit is natuurlijk een baan dat ik nog moet leren kennen, dus dat is niet ideaal. Gelukkig was het nat en als het goed is het morgen droog, dus hopelijk is de tweede vrije training droog en kan ik nog wat rondjes rijden voor de quali. Een valse start dus in het weekend waarin ze nog kans maakt op de titel in de W-series. Laten we eens kijken naar de stand in de W-series. Visser staat nu op de tweede plaats achter Jamie Chadwick. Het verschil is 13 punten. Zelf moet Visser behoorlijk aan de bak dit weekend en dan nog eens afhankelijk van Chadwick. Chadwick heeft tijdens de laatste race van dit seizoen genoeg aan de vierde plaats om de wereldtitel te pakken. In de eerste 5 wedstrijden reed de Britse geen één keer buiten het podium. Het belangrijkste is morgen, de kwalificatie en de wedstrijd. En dan weten we of het Visser is gelukt om de titel in de nieuwe raceklasse voor vrouwen op haar naam te schrijven. Ze heeft het racen niet van een vreemde. De vader van Bijtske Visser raced vroeger zelf ook en zo rolde de dochter Bijtske in de racesport. Haar eerste rondjes reed ze in een kart op het circuit aan de Talingweg in Lelystad. En dit zijn beelden in Lelystad. Daar is het allemaal begonnen op jonge leeftijd. Op 5-jarige leeftijd had ze haar eerste kart. De vroege kennismaking met de racesport is volgens de kenners een belangrijke stap geweest. Ja, het komt wel aan op motoriek, maar ook op inzicht, kartcontrole, kartbeheersing. Ja, en je moet natuurlijk heel veel meters maken, heel veel vlieguren eigenlijk, om de kart onder controle te krijgen, om ermee om te leren gaan. En ja, en dat betaalt zich dan altijd wel terug op latere leeftijd. Ze heeft heel wat uurtjes gemaakt hier, denk ik, hè? Ja, er was vaak wel zo dat het donker was en dat ze nog steeds doorging. Dus dat was altijd heel leuk om te zien. Via verschillende raceklasses kreeg Visser dit seizoen de kans om te gaan rijden in de nieuwe klasse speciaal voor vrouwen. De Formule 1 voor vrouwen, de W-serie. En in die wedstrijd valt dus morgen de beslissing.